We staan vanavond in Vrilkoven, waar een bewonersbijeenkomst is in verband met de komst arbeidsmigranten. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. De ruim 100 inwoners van buurtschap Vrilkoven in het buitengebied van Liemt willen de komst van 400 arbeidsmigranten tegenhouden. Vanavond vond een ludieke bijeenkomst plaats met 250 betrokkenen, aangevuld met poppen om zo te laten zien hoe groot het aantal van 400 mensen in dit buitengebied is. Wij protesteren niet tegen de arbeidsmigranten, maar wij protesteren tegen de opkomst van het proberen dat ze hier een gebouw willen maken waar 400 arbeidsmigranten kunnen huisvesten in een buurtschap waar 100 mensen wonen. Ik had iets gelezen van 105 inwoners. Ja. En dan gaan ze hier een heel arbeidsmigrantenhotel, ik weet niet hoe je het moet noemen. Het zouden 4 woonblokken worden met parkeerplaats voor 100 auto's en 150 fietsen. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar wij vinden het gewoon veel te veel. Zonder overleg hier organiseren van een wooncomplex van 400 personen. En het zijn arbeidsmigranten, daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is niet onze zorg. De zorg is, we hebben het vaak gezegd, we willen ook niet ineens 400 studenten of 400 mensen die in elk geval wat actief door de wijk zullen gaan bewegen. Dus het zit hem vooral in het aantal, meer nog dan het soort mens. We wonen hier al 25 jaar in een heel rustige omgeving. Iedereen kent eigenlijk iedereen, vind ik. En als dan zoveel arbeidsmigranten bij ons plaatsen, ja, daar is gewoon te veel, lijkt mij. Daar krijg je gewoon overlast van. Kijk maar naar het nieuws de laatste tijd, wat je allemaal hoort over die mensen wat ze veroorzaakt. Dus dat willen wij absoluut niet. De vergunning voor de huisvesting van de arbeidsmigranten op het terrein van een voormalige pluimveehouderij is door de gemeente inmiddels verleend aan de SBA Flexgroep. Deze uitzendgroep was op 31 oktober 2022 al officieel eigenaar van het perceel Oude Rijksweg 11. Dat we het buitengebied gaan gewoon ons niet aan de vergunningen gaan houden, zeg maar. Je kunt een vergunning gaan geven om natuurlijk een hele hoop mensen in een kippenschuur te plaatsen. Maar ik denk dat een kippenschuur daar niet voor bedoeld is. En ook een buitengebied is niet bedoeld om 800 of 2x400 mensen neer te zetten. En we hebben vandaag een hele discussie gehoord in de Tweede Kamer over arbeidsmigranten. Nou, dit is dus de methode waarop wij omgaan met onze arbeidsmigranten. De discussie is dat het zonder vooroverleg en ook zonder enige inspraak op dit moment en al die tijd is gebeurd. Dus de buurt is echt letterlijk monddood gemaakt. En wij willen hier aantonen wat het effect is. Nou, we halen al niet eens 400 en wij vinden echt dat hier al heel veel mensen zijn gekomen. Dus 400 is echt heel veel. En je ziet ook wat een impact dat dan heeft. Want als je al deze mensen, want die poppen tellen eigenlijk als een mens, hè, daarmee hebben we het aangevuld. En als dat allemaal gaat bewegen, dat gaat hier allemaal over de weg. Met een fiets, met een auto, lopend, die gaan in de vrije tijd rondhangen. Ja, ik begrijp het. En dan komt er in het weekend komen er vaak nog mensen komen op bezoek, et cetera, et cetera. Hebben we nog niet eens aan gedacht. En daar blijft het dan nog niet bij, want ze moeten er nog 400. En die 400 zijn ook hier gesitueerd? Daar gaan al geruchten over dat die ook nog hier in de buurt komen. Dus ja, het gaat helemaal nergens over. Niet zo goed, want daar is het niet fijn waar ze dan kunnen leven. Beetje strijdlustige mensen? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. In de zin van? Nou, ik kom hier uit de buurt en ik vind eerlijk gezegd 400 ten opzichte van het aantal inwoners wat hier woont, vind ik gewoon niet in verhouding staan. Hoeveel zou er voor jou aanvaardbaar zijn? Ja, dat is lastig. Het ligt eraan. Een stuk of 50 max op één plek. Wat is de angst precies? Nou ja, een stukje veiligheid. Ik bedoel, waar je net al geïnterviewd hebt. Ik heb één dochter. Dus daar is ook fijn als die 's avonds nog wel met de fiets naar huis kunnen. En ik zeg niet dat die mensen, dat het allemaal potentiële verkrachters zijn. Hè? Nou ja, het is gewoon ongekend dat de gemeente Boksel op deze manier heel slinks iets probeert ons in de maag te splitsen als kleine gemeenschap. Dat is echt heel slecht. Dat vind ik echt heel slecht. Dus kijk maar eens rond wat de reactie is van de omgeving. Er is geen enkel overleg geweest vooraf? Nee, een beetje masseren met koffie en cake. Zo heb ik het een beetje ervaren. Nee, weinig. Er was vorige keer wel een soort bijeenkomst, toch?
Ja, er is een brief in de bus gestopt, de SBA Euroflex, op een zondagmiddag. En met de mededeling dat dit ging plaatsvinden. En daar hadden we het mee te doen. En daarna kwam er dan een omgevingsdialoog waar we niet aan mee hebben gedaan, zoals jullie waarschijnlijk wel bekend is. Wat ik nog raarder vind, dat wij 400 arbeidsmigranten gaan opvangen, waarvan ik er bijna zeker weet dat er geen 400 in Boksel werken. De werkgroep Oude Rijksweg 11 is daarnaast niet te spreken over het gebrek aan goede en volledige communicatie met de buurt hierover. We zijn op allerlei manieren bezig, onder andere juridisch, want we hebben bezwaarschriften ingediend, de buurt. Er zijn 60 bezwaarschriften ontvangen. Is er al een vastgesteld bestemmingsplan? Ik wil nog even over die bezwaarschriften zeggen. Die zijn allemaal niet ontvankelijk, dus wij zijn als directe buren niet ontvankelijk verklaard. Nou, u trekt uw wenkbrauw op, wij ook, dus dat is vrij bijzonder. Nu is er komende donderdag is er een hoorzitting daarover. Die normaal gesproken hoort een hoorzitting openbaar te zijn. Die mag in dit geval niet openbaar zijn kennelijk, want je mag er alleen maar naartoe als je een brief hebt die de bezwaarmakers hebben ontvangen. Dus het is allemaal nogal wringen. Dan is natuurlijk de vraag, wat komt er uit die hoorzitting? Wordt dat, want die regels worden nu al, wij hebben ook nog, dat zou ik nog vergeten, die hoorzitting is, wij hebben nog geen antwoord gekregen op de WO-verzoeken, terwijl de termijn al verstreken is. Dus we weten helemaal niet eigenlijk wat de informatie is die aan de andere kant bekend is. Dus ja, dit noemen die wij... De WO-verzoeken die hadden al binnen moeten zijn. Ja. Dus ze hebben een overschrijding van de termijn. Ja, 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 ja. En dat kopen ze af of wat gaat het daarmee gebeuren? Nou, ja, wij zijn om te beginnen niet... Want ze zijn het namelijk verplicht, hè, binnen zoveel tijd. Ja, dat klopt. Ja. Maar er zijn wel meer dingen verplicht die wij hier niet terugzien. En we vechten ervoor. Ja.